Ik schilder geen mensen. Ik schilder beelden. Maar ja, dit is een tijd van beelden en niet van schilderijen. Mensen kijken liever naar beelden dan naar schilderijen. Of naar die beelden in die schilderijen. Van deze bronmaterialen. Dit is allemaal mijn Bin Laden's en mijn. Tjonge, I love Osama. Mijn meeste interesse ligt. Goed, is het Afrika dan, maar verder bij Amerika. Vaak ook die populaire media. Altijd als ik ergens heen vloog, dan kocht ik die tuin. Meer omdat het is snel en licht en is dan een beetje Amerika. Die hoeveelheid is dus door de jaren natuurlijk toegenomen. Maar ook het systeem is ooit eenvoudig begonnen. Bijvoorbeeld zoiets over Jezus is dan weer een andere ding. Een subtext. Maar die eerste in waarmee ik begon, laat ik me daarmee beginnen. Dus in ieder geval, dit heet dan toen koppen alleen, vrouwelijke koppen. Kijk, eerst was het geloof ik mannen- en vrouwenkoppen, of wat ook al, het was alleen koppen alleen. Toen worden het vrouwelijke koppen, dus die mannen waarschijnlijk daaruit gegaan. Zoals ik zei, het is niet zozeer alleen een beeldarchief, maar ook een archief waarin je informatie over dat slechts 10 vrouwen in de afgelopen 100 jaar die Nobelprijs hebben ontvangen, wil niet zeggen dat er weinig vrouwelijke talent bestaat, bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen. Dan heb je hier in ook artikels van mensen. Dat gaat dan over die glimlach van die Mona Lisa, wat is toch helemaal iets is van ons westerse cultuur. Ja, en ook die verscheidenheid van verschillende soort uiterlijkheden. Dus bijvoorbeeld Patti Smith, wat dan ook dat androgyne heb. Ik vond altijd vrouwen ook met androgyne uiterlijke heel aantrekkelijk. En dan zie je dus ook hoe die schilderijen verschillen. Dit is allemaal vrouwen, maar dit is allemaal heel andere type. Dit was een van mijn favoriete portretten van Gertrude Stein van Picasso. Weet je, en dan komen er gewoon dingen bij. Deze heb ik wel ooit gebruiken. Maar het is een beeld eigenlijk blijven voor mij altijd actueel. Of hij van toen was of van nu. Ja, deze portret bijvoorbeeld van Simone de Beauvoir. Dit heb ik ooit gebruikt. Zij zit in die serie Models. Dus dit, weet je, dus. En ik vond het dus mooi, zo iemand wat niet een fashion model is, maar een ander model. Van haar heb ik veel geleerd, dus zij zit daar. Ja, en vaak lichaamstalen. Het is zo'n mengsel van dingen. Dus bijvoorbeeld dat vrouw met vinger en mond, hè? Dat is Ingrid Bergman. Kijk, sommigen die voelen gewoon grappig. Ik heb nog niet letterlijk ooit Monica Lewinsky, maar ook hoe die media dan werkt. Dan zit zij met een rozige poedel. En je kan er nooit helemaal meer kijken naar Hillary Clinton zonder om te denken aan Monica Lewinsky. Toen ik bezig was met de voorbereidingen voor deze tentoonstelling, toen liet Marleen me op een dag een heel bijzonder werk zien. Het heet Love vs. Death en het is uit 1980. En Marleen had het zelf eigenlijk heel lang niet gezien. Het zat in dozen en ja, ik denk dat ze het 30 jaar lang of zo was het niet uit die dozen gekomen. Dus toen pakte ze het uit en het was eigenlijk heel erg bijzonder voor mij om te zien. Want ik wist dat ze in die tijd heel veel werkte met tekeningen en collages. Maar dit is echt heel erg bijzonder. Omdat ze heel veel motieven en beelden die al in heeft verwerkt, die later weer terugkomen. Die is wel heel lang niet te zien geweest. Maar ook eigenlijk
niet zozeer gerestaureerd worden, maar eigenlijk tegen mij beschermd worden. Ik zal iets laten zien ervan, maar dit is wel goed om deze te zien. Want ze gaan even naar de restauratie, dat ze kunnen al platgelegd worden tenminste. Ja, zie, elke keer maak ik daar weer nog gaatjes in. Dus dat vindt restauratiemensen helemaal niet leuk. Het is grappig, als je dus dit ziet, dan zie je daar... Jouw pa draait in zijn graf om. Snik, snik. Toe nou, zegt die man. Dit is een Afrikaanse uitdrukking. Kom uit de Zuid-Afrikaanse krant, die burger. Nou, Marlene vertelde mij dat toen zij in Zuid-Afrika woonde... dat er eigenlijk vooral kranten, tijdschriften waren... en dat de televisie pas in 1976 werd geïntroduceerd. Dus eigenlijk gaven die kranten en die tijdschriften haar een blik op de wereld. Televisie was er gewoon nog niet. En ik heb het idee dat een werk als dit toch een soort van hommage of een soort ode is... aan die tijd en de kranten en de tijdschriften die... Ja, al die beelden voor haar gaven. Het is ook heel bijzonder omdat het een heel, ja, eigenlijk een kwetsbaar werk is. Het is gemaakt van een soort blauwdruk. Het is een techniek die eigenlijk vooral door architecten wordt gebruikt. Ietsje meer naar beneden. Dit werk gaat vooral eigenlijk over kijken, zien, over ogen. Dat is allemaal referenties naar ogen en dan dood en... Die doden kan niet zien en die bloemen bij die doden. En wat belangrijk is, is dat hier is 4 dode mensen, blijkbaar terroristen, wat ergens in een publieke tijdschrift getoond is met hun ogen open. En dit was dus niet zo algemeen vroeger. Dat is eigenlijk heel disrespectvol om het te doen. En, dat was, en dan zie je dus ook hoe de toegenomen heb die gebruik van foto's en kranten en die media van dode mensen. En als het jouw vijand is, dan mag je dit nog meer disrespectvol tonen als je eigen mensen. Want je eigen mensen toon je dan niet met open ogen die doden. Van het einde kan je geen dode mens schilderen. Het is allemaal een soort van problemen, visuele problemen. Het is heel intrigerend om te zien hoe eigenlijk in 1980 alles daar al in zat. Beelden die later weer terug zullen komen. Beelden van liefde, van rouw, van dood, verdriet. Ze heeft nog veel meer beelden van doden geschilderd. In deze zaal hangt bijvoorbeeld het werk Dead Girl. En het heeft ze geïnspireerd op een foto van een Palestijns meisje dat gedood was. En ja, in een hele aangrijpende scène zien we haar. Er is zo'n jonge meisje en die had zo nog zo'n Che Guevara, dat is in die 70e jaren. En dit was ook van de eerste, volgens mij, als ik het goed onthoud, kleurfoto's van iemand wat zo dood legde. Zij legde er dus zo kwetsbaar, ook weer dat ding van die kwetsbaarheid. Ik zie dus in hoe zo iemand daar legde, zie ik dan iets zo treurig. Weer eens, los van die politieke of ze nou goed of slecht was, maar daar legt wel iemand zo jong en met Che Guevara t-shirt aan op die grond. En, maar dit was een beeld die vond ik, had ik gedacht, zou ik nooit schilderen. Dus ook eindelijk die enigste beeld wat ik dus geschilderd heb, waar ik echt toch bloed geschilderd. Want ik had ook gedacht, dat doe ik ook nooit. Zo vast. Dit is, dit schilderij is de Image as Burden. Het is een schilderij dat ook de titel heeft gegeven aan de tentoonstelling. Wat zij zo fascinerend vindt eigenlijk aan dit beeld, is dat het niet alleen een liefdesplaatje is, maar dat het ook doet denken aan de Pietà uit de kunstgeschiedenis.
Ja. Die eerste beeld is eigenlijk een filmstilbeeld van Greta Garbo. Die film is ook zo'n tragische liefdesverhaal. Op het laatste, dan gaat ze dood aan tuberculose. Dus ze is om vreselijk te huilen. Kijk, dit is een Peeta-achtige vorm. Hè? Die feit dat die gedragen wordt zo. Dat is ook zo'n beroemde foto van 2004, toen die school in Rusland bezet werd. Hè? Vreselijk droevige gebeurtenis. Maar wat, dan komt een man met zo'n jonge meisje, wat hij draagt, ook zo'n arm. Maar goed, hij had dan een sigaret in zijn mond ook nog erbij. Maar je, dat is een paar zulke type beelden. Eén ook in Soweto, waarin die schoolkinderen geschoten worden. Een heel iconische beeld. Ze zullen zeggen, oh, ja, moet toch dat woord te gebruiken. Die fotografische beeldmateriaal gaat vaak over die feitelijkheden. Van bijvoorbeeld een politieke situatie waarin iemand anders gestorven is. Terwijl die schilderij gaat over jouw eigen sterfelijkheid. Al dit informatie is alleen het begin van een werk. Maar waar iets vandaan komt, is natuurlijk niet waar het eindigt. Dus dat is een heel belangrijke punt. So, maar ik geef altijd mijn eigen kritiek, dan krijg ik het ook terug op mezelf, zonder dat mensen begrijpen dat dit is dus wel die spanningsveld waarin ik werk. Want aan de ene kant beïnvloedt die dingen elkaar wel, vooral om tot een beeld te komen. Het is heel bijzonder om te zien wat ze met haar oorspronkelijke bronnenmateriaal doet. En hoe ze een, zeg maar, plaatje transformeert tot een heel indrukwekkend schilderij. Ze werkt met kleur, met composities, vaak een soort blow-up of inzoomen gebruikt ze heel vaak. En je ziet bijvoorbeeld bij een schilderij als deze, wat ze allemaal in het schilderij voor verschillende technieken gebruikt. Sommige stukken zijn heel snel, bijna geschetst, bijna als een soort van tekening. Ze werkt met, ja, vlekken maakt ze. Sommige delen heeft ze bijna weer uitgepoetst. En ja, er is gewoon heel erg veel aan zo'n schilderij te beleven. En dat maakt dat ze zo'n ontzettend goede schilder is.